Hout auto versnelt. en Lucas zet aan aan de binnenzijde, de start is gevallen. Lucas aan de binnenkant is goed weg. Dat geldt ook in het midden van de baan voor Lions Wish. En aan de buitenzijde komen ook een paar paarden naar voren. Maar Lucas gaat als eerste de bocht in. Krebas schermt hem af aan de buitenzijde met Lions Wish. En helemaal aan de buitenkant heeft een flitsende start gehad. Unmec Paslo en Kees Kamminga. Galoppaard in de bocht van een van de paarden. Maar ik kon niet zo goed zien wie dat was. Het leek mij all in love. Maar ik ga daar niet op speculeren. Dat zien we gauw genoeg. En de deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune nu in. Leiding in handen van Lucas. Lucas, daarachter op de tweede plaats ligt uh, Lions Wish. En zo komen de paarden voor de tribune langs. Tempo ligt uh, zeer hoog. Doet een beetje denken aan de Lucas die uh, hier de Jonkerprijs won. Ook toen hield hij de hele weg het tempo hoog. En de paarden gaan inmiddels de laatste kilometer nu in. Lucas leidt. Daarachter Lions Wish. En de derde plaats daarachter is voor Unmec Paslo. Is dat Unmec Paslo? Het is de... Ja, het is Unmec Paslo. Van de binnenkant lastig te zien. 1, de 3 en de 2. Het zijn gewoon de drie kreewasspaarden die vooraan liggen. Vierde plek daarachter is voor de 5, en dat is Lee met Jos Verbeek. En daarachter volgt dan Marciano Hubbard met Leitha Boko. De 4 en de 6 zijn uitgeschakeld. De 4 en de 6 eruit. All in lof dus wel degelijk gesprongen en eruit. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijden, en dat leidt nog altijd Lucas. Lucas en daarachter maken de trainings- en stalgenoten zich op voor de slotaanval. Dat zijn uh, Lion's Wish en Lincoln Transair. En de rest van het veld probeert aan te klampen, maar het is nog altijd Lucas die leidt. Lucas aan de buitenzijde komt nu dichter bij uh, Lincoln Transer. Daarachter aan de relingzijde Lion's Wish liggen nog steeds 1, 2 en 3 de Crevaspaarden. De vierde plek daarachter is dan voor... Uh, niet Umec Paslo meer, maar uh, jawel, wel Umec Paslo aan de binnenkant. Aan de buitenzijde daarnaast ligt Verbeek met uh, Lidero. Paarden komen nu de laatste rechte lijn in. En Lucas gooit het anker uit. Het is gebeurd met Lucas aan de relingzijde. En Lions Wish en Lincoln Transair gaan het nu samen doen. Lincoln Transair in het midden van de baan loopt daarbij ietsje naar buiten. Helemaal aan de buitenzijde komt een enorme eindspurt. Het is nog altijd Lincoln Transair die leidt. Maar Lincoln Transair wordt geslagen, verslagen door de nummer 11 aan de buitenzijde. Rob de Bank met Rick Hebbingen. Rob de Bank wint. En daarachter op de tweede plaats waarschijnlijk Lincoln Transair. We gaan even luisteren naar de voorlopige uitslag.